En hallo iedereen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Viva14. Oostenrijk, daar zit ik bij. Ik kijk zo heel snel en het valt mij op dat Alaba er niet bij zit. Dus dat is gewoon eigenlijk het ene. Dus ik val me meteen op, Alaba staat er niet eens tussen. Alaba, ja kijk, daar is Alaba. Ik dacht al, dat is Alaba. In ieder geval, ik was nog niet eens klaar met de intro, ja dat is het. Leuk dat je kijkt, dat had ik als goed wel gezegd. In ieder geval, zeg ik het nog een keer, het maakt niet zoveel uit. In ieder geval, we gaan weer FIFA doen en ik heb een betere rechtsachter nodig, want anders faalt hij en een keepertje kan ook geen kwaad. Eens kijken, Mark Janko, hij is best lang volgens mij. En met best lang, ja, bedoel ik, best lang. Zwakke been, oh dat is wat chill. Dat is best wel chill dat hij zo'n zwak beentje toch wel goed heeft. Eens kijken, wat hebben we nog? Kunnen we nog gebruiken? Rechts hadden we al nodig. Fuchs, kan hij ook rechts? Nee, die kan alleen links. Klaar of iets kan centraal, maar dat is misschien wel een andere. Jij kan ook alleen maar centraal. Jij kan rechts of rechts midden. Oh, hij gaat veel plekken. Links achter, centrale middenvelder, centrale verdedigende middenvelder, linker middenvelder. Zo, dat is zo'n plekje. Veel plekjes. Kijk, Arnautovic speelt al de rechtsmidden op spits. Rechtsmidden staat hij dan goed. Deze gast kan centraal, dus dat staat ook goed. Hij kan ook centraal, dus hij staat ook goed. Links buiten of rechts buiten. Oké, dat kan wel. Jantje. Dat is voor mij van de NEC die. Weet niet zeker. Dacht het al. Dit is een kammetje. Op zich best een oké team. Alleen, ga ik toch even Janko erin doen, aangezien hij groot en sterk is. En ik hou van een grote, sterke spits. Dus kijken. Even een beetje team, een beetje zoals ik het graag wil zien. Een beetje geordend. Fijn altijd. Dus dat gaat een beetje zo. Eens kijken. Hier is nog een doelman. Die spits kan daar. En de rest achtertje zo. Die centraal, die mag waarschijnlijk wel. Oh nee, laat maar. Hij kan wel, hij kan rechtsachter. Dacht ik, stond dat er nou? Nee, hij kan alleen centraal. Wie had er nou met rechtsachter? Er stond ergens rechtsachter. Oh wacht, deze kan voor mij ook ergens staan. Rest midden of rest buiten. Maar weet je dan, Arnautovic? Dacht ik. Hij kan spits. Hij is ook groot, man. Van een autofietje in de spits. Dan zet ik daar wel die andere neer. Van 77. Kijk, zo komen we ergens. En deze kan ook vervangen worden. Hou daar nog een goede over. Deze 74, maar die kan niet zoveel. Deze spits van 72 is ook niet echt belangrijk. Nee. Zo is het wel goed, denk ik. Dan hebben we nog best een goed team op de mat kunnen leggen. Alleen een keepertje mag alsjeblieft beter. Jongens, ga keepers trainen. Oh, deze is nog jong. Ga keepers opleiden. Rechtsachter zijn ook handig. Die niet eens jong. Linksachter hebben ze wel, maar rechtsachter niet. Nee, wacht eens. Kijk eens. Stranzel van ons. Van Borussia Mönchengladbach. Je zit in Oostenrijks team. Geweldig is dit. Laten we nog. De rest is best wel een goed team hebben eigenlijk. Ja, ik ben best tevreden over Oostenrijk. 4 sterren is op zich best oké. Nou, ik ben benieuwd hoe het gaat. We hebben nog een berichtje. Oostenrijk, oké, dat is leuk. Een beetje weer een andere wending, dat is altijd handig. Noord-Ierland moet als het goed is niet al te moeilijk zijn. Dus gaan we daar maar snel weer beginnen. Nee. We gaan beginnen tegen Noord-Ierland, ja. Want we hebben toch een mooi stadion. Arnautovic. Boom. Veel puntjes, maar dat boeit niet zoveel. Boeit mij niet veel dat ik veel punten heb. We gaan nu FIFA spelen. Netwerk deed dat genaaid op FUT. Ik had 1 puntje te weinig om in divisie 1 te te handhaven. En op dat moment naaide FIFA die laatste wedstrijd. Voor ik 3 wedstrijden gewonnen. Maar toen naaide mijn FIFA nogal hard die wedstrijd. En toen had ik dus verloren. Daarna ga ik naar divisie 2. Ik verlies de eerste 3 wedstrijden. Mede dankzij FIFA. Dus echt, ja. Als je 1 puntje te weinig hebt om in divisie 1
te blijven, dan lijkt het me niet echt heel logisch dat je in divisie 2 alles gaat verliezen. Boom! Geblokt. Kut, dat heb ik echt zo vaak dat de scholen worden geblokt. Alaba. I like you, Alaba. You are a great player in my team. Zo. Nou, in ieder geval één kansje gehad. En dan gaan we gewoon voor de tweede kans. En kappen naar binnen. Ga toch weer naar buiten, richting naar buiten. En ja, ja, ja. Boom! Doelpunt! 1-0. Zijn heel voor. Ik houd die naam. Ik ga het niet uitspreken. Ik doe niet eens de moeite om het verder uit te spreken. We staan in ieder geval 1-0 voor, dacht ik nou dat om. Maar heb ik niet eens. Eens kijken, hoge druk. Dat wel, ik altijd. Maar ja, ik had het wel gedaan, maar ik weet niet zeker. Maar hoe heet het nu? Is Noord-Ierland ook niet zo'n goede club? Niet zo'n goede ploeg. Het is geen club, het is een ploeg. Het is geen club. En dat is een beetje een bouw, mijn stengling ding, onze doelpuntenmaker. Arnautovic. En dan wordt weggehaald met een omhaaltje om precies te zijn. En we hebben hem alweer. Het gaat snel, we gaan snel naar de 2-0 toe. Dat voel ik, het. Alles, een klein beetje wel. Kijk, hij staat vrij. Dan word je aangespeeld. Als je vrij staat, dan word je aangespeeld. Zo simpel is het bij mij. Als je kan rennen, dan mag je er langs. En dan mag je ook voorzetten. Boom! Ivancic kopte bijna raak, maar de keeper hield hem tegen. En dat was best wel heel slecht gedribbeld, want Frenzel, onze verdediger. Onze trouwe verdediger van Borussia Mönchengladbach en ook van Oostenrijk dus. Oh, Alaba pakt die bal wel af. Alaba die gaat hem afpakken. Alaba pakt hem af. Ja, nee, nog niet. Nee, 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 nee. Alaba pakt hem nog steeds niet af. Alaba doet nog steeds niks. Hij loopt er achteraan en doet niet echt veel. Oh, wat? Hè? Hè? Dat zag echt heel raar uit. Hij komt op de paal en dan is het nog een corner. Nou, die bal is weg. Hè? Wat de fuck is er aan de hand hiermee? Ik snap er nu echt helemaal niks meer van. Oh, dat is niet zo lief van hem. Wat doet de scheidsrechter? Gele kaart! Voor Brunt, je bent echt een rund. Je bent een rund als je met mijn speler stunt. Dan krijg je een gele kaart. Zo. En hij is best oké. Snelheid is best oké. En voorzet, is die ook oké? Nee. Ik wil even kijken, hoe snel zijn alle spelers? Dat is wel handig om te weten. Spelerselectie. Maar nou, dat vind jij een beetje snel. Sprintsnelheid, oké, 84. Jij bent 69, dat is niet echt snel. Jij bent 80, dat is oké. Bouwstein is 74. Deze is 78 en deze Harnik is iets snel. 84, oké, dus oké, daar kan je mee leven. Prima tussen. Dus kijk, daar is de bal, dus die gaan we afpakken. Dat is mijn doel. En ja, oké, okay, mocht. Normaal gesproken blijft hij altijd dan, maar dit keer niet. Dus, ja, dat is dan niet zo goed. Dus kijk, een Alaba. Waarschijnlijk staat hij in buitenspel, ja, dacht ik al. Niet goed getimed van jou. Dus snel vertrokken en dus kijken, hij, daar gaat hij waarschijnlijk naar pasen. Nee, toch niet, ik stond er dichtbij. En ik heb hem alweer, Strangel zit er goed tussen. Strangel. En ik ben er wel kwijt. Mooi, is het mooi, mooi een bak uit te zijn. Kijken, en hij rent, dus dan rennen wij ook. Alaba hoort hem nu wel af te pakken en dat hoort hij te doen. Maar hij is nogal sterk waarschijnlijk. Waarschijnlijk heeft hij kracht 90 of zo. Zijn voorzetten ontstaan altijd kansen. Moet dat wel. Of Alaba is gewoon heel slap. Dat kan ook. Oh, dan is een mooie actie van Jantjer. Jantjer gaat op de goal af. Wordt het de 2-0? Jantjer 2-0. Nee. Nee. Oeh. Dus dat is een grote kans. Carol heeft de bal in zijn handen. Zo. Alaba, kapam. Slechte paas, die gaat over de zijlijn. Dank je, dank je. Dat kan toch de bedoeling niet zijn. Zo, Jantje. Ja, 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 ja. Ja, nee. Ja, nee. Ja, 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 nee, 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 nee. Daar komt eigenlijk een beetje op neer, gewoon nee, nee. Dat is mijn gemiddelde FIFA-commentaar. Ja, nee, nee, ja.
sowieso meer dan de helft van de woorden bestaan uit ja of nee. Zo ongeveer, denk ik. En als het niet het geval is, ga ik nu even door. Ja, nee, ja, ja, nee, nee, nee. Davis. Keepertje, pak hem. Goed zo. Basisbal maar meteen weer door, want we willen het 2-0 maken. Dan heb ik een beter gevoel over de uitslag. Want anders kan het zo nog maar een keer in Bournemouth of zo. Kan er zo een kansje komen en die kunnen ze dan zo scoren. En hij wordt nu aangevallen. Arnautovic en de voorzet komt daar. En nou, als hij de voorzet op zijn verdediger was bedoeld, was hij echt uitstekend. Nee, dat was niet de bedoeling, dus hij was best wel slecht. Hij komt op neer. En valt Alaba's kwaliteit valt mij nog wel best wel tegen. Heel eerlijk ben, valt best wel tegen. We zijn wel 1-0 voor. Ik ben benieuwd wat de tussenstandjes zijn. Zoveel schoten heb ik nog niet gehad. Oh, dat boeit me al niet. 4 schoten. Maar het is wel, het is meer dan hun. Dus. Nou, de fiets kijkt. Ik dacht hij gaat skill move doen. Maar ja. Jee. Wat skills. Ik voel me echt goed nu. Nou, de fiets. Ja. Nee, dat was op de verkeerde man, helaas. En dat is ook niet echt handig. En Birds. Oké. Ik heb hem alweer. Ik heb hem alweer, geen maak geen zorgen. Het gaat allemaal, ik heb alles onder controle. Zo. Ja, wel mooi, weer weekend. Ja, het is weer weekend. Morgen toernooi, tot 1:10. En ja, ik ga dit keer wel een beker winnen. Want vorige keer was nog wel zuur. Dat ik niks had gewonnen. En dit keer wel. Ja, boom, dit is de 2. Normaal gesproken is dat de 2-0. Maar in dit geval niet. Zo. Nee, dat was niet zo handig. Nee, niet handig had je die. Oké. Ja, heb ik hem nu? Ja, eigenlijk wel. Nee. Ja, jee. Wat een mooie paas was dat. Ik vond hem echt mooi. Vond jij hem ook mooi? Geef deze video net zo'n mooi duimpje als deze paas. En met een mooi duimpje bedoel ik natuurlijk een blauw duimpje. Want blauw is veel mooier. Rood is negatief. Ik weet nu waarom, maar rood heeft gewoon de kleur een beetje iets negatiefs. Want als overal rood wordt gebruikt, is slecht. Als ergens een rood kruis doorstaat, is het slecht. Als ergens een groen kruis doorstaat, kom je waarschijnlijk niet tegen. Holy shit. Dat hij de bal verlengt zo. Kijk, dat is ook de dingen bedoel ik dus. Dan kan je zo nog maar een tegentreffer krijgen. Nu op snelheid zijn we niet te kloppen. En er gaat een voorzet en die is ook oké. En het is niet eens 2-0. Holy shit, hoe krijg je dat voor elkaar? En dan nog steeds niet 2-0. Eerst lat en dan paal. Ja, Jantjer. Dat was een geplaatst schot. Ik hoop voor Jantje dat hij links is, want anders mag ik jou niet meer. Zo, oké. Zo, pak hem maar af. Dat komt eigenlijk een beetje neer, dus je mag hem pakken. Oké, even sprint tag, jongens. Even niemand houden tegen. Zelf die verdediger niet. Die man is hij kwijt. Dus kijken wat hij nu voor plan is. En die voorzet was niet zo mooi. Ook een beetje zacht. Een beetje zacht. En heb ik de bal een soort van ja, nee. Random ballen naar voren komen meestal aan. Dat heb ik echt heel vaak. Gewoon mensen die dan de bal uitdelen en dan. Oh. Oké, ik dacht het over een paar om terug het veld in, maar dat deed hij juist niet. Ja, die daar gaat hij heen. Dat zag ik al. Hij haalt de speler met. Hij heeft een sterk stuk in de benen. Borners, ik bedoel een doeltrap volgens mij. Ja, het is een doeltrap. 1-0. Oud. Dat is wel grappig. Oud en Arnautovic, het lijkt. Oud is ook een beetje. Ja, oud. Niet dat mijn team oud is of zo. Alaba, loop maar door. Goed zo. Braaf Alaba. Alaba is van mijn best snel. Mijn best snel bedoel ik best wel snel. En met een mooi voorzet is dat ook zeker. Oké. En een beetje geklungel. Hebben hun de bal weer en dat is niet zo'n mooie handige paas. Alsnog heb ik hem wel. Ik heb hem, dus maak ik maar niet op. Zo. Bouwmeister momenteel de enige scorende speler aan onze kant en ook van het hele veld. Wat?
Allemaal de paasje van langs die speler, zodat hij dan de langs en de voorzet kan geven. Maar zij denken echt dat die gasten 100, 200 snelheid hebben. Dat moet je echt minimaal hebben om daar langs nog, om die bal nog te kunnen pakken. Dan maar de lange bal. Hij heeft zijn team echt een dienst bewezen. Ja man, fantastisch. 8 minuten reguliere speeltijd over. Ja, daar gaat Arnautovic. Daar gaat Arnautovic, daar gaat Arnautovic. En Arnautovic schiet mis. Moet je niet naar afstaan, 1-0 voor. Mooi, 1-0. Eigenlijk had het al 2-3-0 moeten zijn. Maar het is niet. Als je wilt winnen moet je risico's nemen, Jori. Zo, weet je wat? Dat had ik al gedaan. Als het goed is. Als het goed is wel. Een blik op de klok verraadt dat we nog maar. Oh nee, hij vergaat iets. De klok verraadt de tijd. Nee toch. De klok, dit doe je ons niet aan. Ja, als het goed is wel. Jantjer is er vandoor met de bal. Geweldig. Dat is altijd handig als je er vandoor bent dat je de bal meeneemt. En dit is de, niet de 2-0. Jongens, het is nog steeds geen 2-0. Het had het al wel lang moeten zijn, maar het is het niet. En nu hebben we een geblesseerde man. Daar kan ik misschien van profiteren. En dat doe ik niet. En dan weer een bal op de lat. En dan nu nog niet. Nee, bal weggewerkt. En dan heb ik de bal kwijt. Oké, zo gaat mijn... Ja. Ik vind het echt knap. Gelukkig staat het nu niet 0-0. Als het nog online geweest is. Heb ik hem? Nee. Zo. Nou, nu gaat hij als goed afsluiten. Ja, dat dacht ik al. 1-0. Het had er 4. Zeker mogen zijn. Maar het is 1-0. Dus 1-0 kan ik mee... Ja. 4-0 had ik leuker gevonden. 10-3. 10-3. Ja, dat is dus... 1-0 vind ik dan nogal weinig als je 10 schoten hebt. Moet ik weer tegen een apart land die ik niet ken. Noorwegen. Noorwegen ken ik wel. Kijk, wat is dit? Scout update, oké. Eens kijken, wat heb jij? Ben ik hierin geïnteresseerd? Nee. Afwijzen. En dit is ook niet echt veel beter. Nee, dank je. Maar ik echt, oh ja, ik had echt voor heel weinig geld kut scout ingehuurd. Dat had ik beter niet kunnen doen. Kijk wat het oplevert, helemaal niks. Oh, dit is, deze kan, deze mag ik verder scouten. Deze vind ik wel goed. Hopelijk wordt hij beter, want als hij slechter wordt, is dat nogal kut. Ja, is goed. Zo. Gaan we verder met West tegen Noorwegen, lijkt mij. Oh, nee. Ik kan nog terug. Oh, gelukkig. Maar het maakt dus ook niet zo heel veel uit als ik die had gesimuleerd, want het is toch vriendschappelijk. Dus, ja. I don't give a fuck. Eigenlijk wel, want ik wil gewoon die wedstrijd spelen. Ik ben een speler en ik speel die wedstrijden en het is onbewolkt en dat vind ik mooi, want ik hou niet van regen. Dus ja, vandaar. Eens kijken. Arnautovic, ga je hem erin schieten? Op dat ding. Dat was de bedoeling, ik niet in, maar gewoon erop. Dat is beter. Dames en heren, welkom bij Noorwegen, ik doe maar even hoge druk en aan wallen. Want ik wil graag scoren. Hendricks. Noorwegen schijnt niet zo geweldig te zijn. Dus schijnt, dat weet ik zelf wel, dat Noorwegen niet zo goed is. Ik kan zo snel even geen goede speler van Noorwegen opnoemen. Behalve, hoe heet die ook weer? Die van Twente. Hoe heet die nou? Ik ben even zijn naam kwijt. Maar dat is wel Noor. Niet dat hij goed is ofzo. Op die versie ook maar 5-68 algemeen ofzo. Nice, ga liggen. Nog niet genoeg geslapen man. Dit is een wedstrijd in de avond en je bent nog steeds moe. Of je bent alweer moe, heb je te veel gesopen ofzo. Ja, nee. Gewoon nee. Dat is weer een groot kans, maar zoals je weet, mijn team, net als is Oostenrijk, net als mijn eigen team, niet goed in kansen benutten. Zo, en we hebben de bal alweer. En daar gaat, ja, dingen ze, ja, nee. Pak ik hem. Een soort van ja, eigenlijk wel. Niet een soort van, maar wel gewoon ja. Daar liet je nogal slecht van de bal zetten. Nu heb ik hem alweer te pakken. Zo. Ivan, die stop met je hoofdpaas, daar heb je niet zoveel zin. Zo, Hendriksen gaat er vandoor, maar ik heb hem alweer. Alaba.
Lava gaat snel. Lava op snelheid. Hij is zo snel als het licht. Het is net Team Rocket. Die zijn ook zo snel. En dit is een mooi voorzet. En de 1,92 meter is niet genoeg om die bal goed te kunnen koppen. Om überhaupt te kunnen koppen. Laten we het zo houden. Zo, heb ik hem? Ja. Dat vond ik niet zo'n mooie paas, als ik heel eerlijk was. Dat vond ik niet zo'n mooie paas. Net zoals die, maar hij heeft nog steeds een... Ja. Komt er een counter? Zo, hey, een goede paas in ieder geval. Jongens, doe rustig. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Serieus, F stoppen hier met deze flauwkul. Zo. Ja, mooi. Jantje. Zo, en een steekbaas op die Ivanovic. En die wordt nogal hard geduwd en getrokken. Maar er kan toch de voorzet komen. En 1-0. Arnautovic. Arnautovic. 1-0 door Arnautovic. Zo. Dan 1-0 voor. En dat is mooi. Want 1-0 is altijd goed. Oh ja, dat was eigenlijk... Ik ben het vergeten voor de wedstrijd te zeggen. Maar dit was wel mijn bedoeling. Om deze video allebei mijn wedstrijden te gaan winnen. Dat is, ik weet niet of het al een keer gelukt is om alle wedstrijden te winnen in een video. Volgens mij niet. Maar voor het geval dat het wel is gelukt, is het best wel knap. Voor mij dan, want ik heb altijd een wedstrijd ertussen waar ik heel veel schoten heb, maar dan toch niet scoren. En dan 1-0 gelijk gekomen. Ja. Arnautovic en de volley en de bal wordt geblokt. En daarna wordt hij weggewerkt. En heb ik hem nog weer opgepakt. Zo. In ieder geval, ja, zo, ja. Nee, dat was niet echt wat ik wou eigenlijk. Eigenlijk wou ik liever dat hij doorliep en dat hij de andere steekpaas had. En dat hij dan op hem ging en dat het dan allemaal mooi was en goed en iedereen blij. Dat had ik liever gewild. Deze flikker is best wel hard aan het dribbelen. Ik bedoel aan het ego in zijn eigen, in de buurt van zijn eigen strafgebied. En ik heb de bal te pakken. De mensen die dachten, Tom, je krijgt hem tegen goal. Nou, ik had hem. Ik heb hem, dus wees maar niet bang. Arnautovic, daar gaat hij. Alaba probeert mee te komen naar voren. Dat doet hij wel leuk, maar dat mocht niet baten. Het mocht niet abaten. Dat is voetballers, voetbalgrap. Ha, geweldig. Zo, pakken wij de bal. Moet ik vaker doen. Grappen maken met namen van spelers, zoals een andere wending. Onze wend geeft een andere wending. Wend is eigenlijk een wending moet het dan zijn. Als het een beetje moet kloppen. Alleen klopt dat niet. Alaba is nogal... Ja, ik weet niet waarom. Maar Alaba doet niet echt wat ik graag wil. Hij is een beetje slap. Ik weet eigenlijk niet hoe sterk Alaba is. Ik dacht wel iets sterker dan dat. Wat hij niet ziet. Wel, hup, koppen we hem weg. Jawel. Hij gaat Jantje. Op snelheid. Jawel. Boom. Oh, wat een sprint. Wat een sprint van Jantje. Jantje verneukt het. En Arnautovic ook wel een beetje. En Jantje vooral, want hij verneukt de hele aanval. Ik kwam eigenlijk baas op Arnautovic, maar dat ging niet helemaal goed. Arnautovic liep ook niet echt lekker mee. Dus ja. Zo. Ja, hij ging echt letterlijk precies tussen twee spelers in. Dus naar wie wou je hem nou pasen? In ieder geval ik niet naar hem. Niet eens naar allebei. Ik wou hem gewoon naar het middenveldertje paas daar. Ja, voor mij als buitenspel, dacht ik al. Ik dacht buitenspel ging fluiten. Dat lukt. Hij geeft een voorzet en dan is het een strafschop. Nou, ik sta bekend als de penalty killer en ik zat in de goede hoek, maar hij ging onderkant lat erin. Ja. Dat bevestigt me wel eens mijn geluk die ik vandaag heb in FIFA en over het algemeen wel heb. Eens kijken, hoe close had ik? Best wel heel erg close, een handje van echt. Hier kan je het goed zien. Ja. Ging van vol de kruising in. Die had je ook, ja, ook al dood op je route. Je kan hem niet hebben. Dat is nogal vervelend, vind ik. We gaan weer even ultra aanvallen dit keer. Ik dacht, yes, het gaat me lukken om allebei de wedstrijden te winnen. Maar, ik sta weer 1-1. Zo, en ik heb wel weer een ingooi verdiend. Ben ik heel blij mee. Zo. Ja, hij komt nu boven. Nice.
Ja, heel leuk dat je met hem in het duel gaat, maar dat is niet handig als hij geen bal heeft. Want dan schiet je er geen bal mee op. Ha. Eens kijken hoeveel schoten hadden hun. Waarschijnlijk hadden hun er 1 of zo. 4? Oh, dat waren 3 bedoel ik. Oké. Okay. Dan heb ik waarschijnlijk wat gemist of zo. Waarschijnlijk was het gewoon helemaal niet. Geen bijzondere kans of zo. Hup, ik dacht, je kan je met een mooie skill move wel langs, maar dat deed je dus niet. En dan heb ik hem, nee, want mijn verdediger time verkeerd, hetzelfde als deze, maar ik had hem alsnog. Huppa, Ivanic. Zo, ik dacht dat hij iets sneller was dan dat wat je nu laat zien. En een mooie voorzet en, nee, nee. Omg. Dit is het beste in zo'n situatie. Ja. Gewoon over die zijlijn, die bal. Geen risico's. Ja, en nu? Boom! Wordt weer geblokt hoor. Zoals gewoonlijk. Mijn schoten worden zo vaak geblokt dat ik echt een lekkere plek heb om te schieten. Er staan er weer 5 mensen voor en dan wordt mijn schot weer geblokt. Wat was dat voor kopbal? Ik denk, ja, dan kan je mensen goed niet koppen. Hem door met een hakje. Zo, Arnautovic, daar gaat hij. Hij kapt naar binnen en hij loopt naar binnen en hij, wat doet hij leuk. En Arnautovic, hij schiet en mooi en hij wordt weer geblokt zoals gewoonlijk. Zoals gewoonlijk. Nou, Laba kan die bal weer richting een speler van mij brengen. Jantjer. Dat was echt totaal niet wat ik wou. Zijn dribbel is echt gewoon nul of zo. Zijn reactietijd in ieder geval wel. Ja, ik had letterlijk al 4 keer eerder nadat jij de bal aanraakte, had ik al gezegd van geef hem voor, maar ja, niet iedereen luistert even braaf. Kom op jongens, even een 2-1, zou ik fijn vinden. Zo. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf? Nee, gaat. Stop met kappen, kap met kappen. Ze zijn het balbezit kwijt. Nee. Zo'n paas, waar slaat ze dat überhaupt op? Vela. Jij bent slecht. Zo. Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel te zeggen over dit, want dit, ja. Oké, heel leuk. Dat die niet raakt. Ja, net chocoladebeen, maha, ik ga je been opeten als je zo doorgaat, man, dat klinkt heel lekker. Chocoladebeen, dat is ook best wel groot. Mooi paas. Normale, logische spelers die denken van, hey, daar staat een speler, paas ik hem er iets langs. Maar velen op FIFA denken, hey, daar staat een speler, weet je wat, ik paas hem gewoon naar de tegenstander, yay. En, of over de zijlijn, dat vinden ze ook leuk, dat vinden mijn spelers ook altijd geweldig cool. De zijlijn is zo interessant. Even een overzichtje van het balbezit. Nou, dat. Jee. Wat gaat de scheidsrechter hier doen? Ja, fluit maar, score maar, doe maar wat je wil. Ik kan me allemaal niks meer boeien. Ik ben echt helemaal klaar met FIFA. Ik weet eigenlijk niet waarom ik het opneem. Omdat ik jullie wil vermaken. Ik weet niet of dit vermakelijk is, maar ik hoop het wel. Strandstroll, onze zo snelle verdediger. Ik ga daar met een. Net een snel gangetje. En daar komt Jantjer. En die gaat de voorzet geven. En die voorzet hoort goed te zijn. We hebben echt gewoon zoveel ruimte. Om een goede voorzet te geven. Het enige wat je ermee doet. Is dit. Jantjer. Je wordt bedankt. En je wordt gewisseld. Ja. Weet je wat? Dat ga ik meteen doen. Als ik een goede. Nee, weet je wat? Ik ga gewoon de volgende wedstrijd pas wisselen. Hij hoopt natuurlijk aan de leiding te komen. Ja. Dat gaat je alleen niet lukken. Want ik ben niet een beetje. Ja. Niet als jullie zo gaan dribbelen. Ja, pak hem er af. Of doe dat niet. Alaba, pak hem af. Goed zo. Zo. Zo doe je dat. Jantje, ren. Ren. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Nee, dat ga ik eigenlijk niet doen. Ik wil hem voorzet geven. Nee, daar is de bal. Loop de knuppel, loop je nog naar voren ook. Oh mijn god. Je ziet dat daar de bal is. Dat er de bal gaat komen.
Zo. Ja, 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 ja. En dit is een doelpunt of een schot. Of een, en dit is de rebound die komt. En die zit, ik wou zeggen die zit. Maar hij gaat dus naast. Dank je voor die mooie kopbal. Volgende keer kop je hem erin alsjeblieft. Als het een volgende keer komt. Want zoveel tijd is er niet. Zo. Nou, dus ik dacht, doe een skill move. Maar hij dacht er anders over. Hij dacht, nee Tom, fuck jou. Waarom zou ik een skill move doen? Dat kost moeite en ik haat moeite. Ja, ren. Maar je bent zo sloom. Of je hebt gewoon zo weinig inzet dat je de bal zo makkelijk kwijtraakt. En weg ermee. Zo. Nu kunnen wij lekker counteren, hoop ik. Nee, laat maar. Laat maar. Pak hem af, Alaba. Mijn god. Kan je nog meer in de weg lopen dan dat? Ik dacht zo van, jee, ik heb de bal. Ik kan meteen een kans creëren. Door nog snel naar voren te rennen. Maar, ja, een speler van mij die vond het toch niet zo leuk dat ik dat zou doen. Zo. Nu mooi, voorzet. Nee. Nee, nee, nee. Het gaat ons ook deze aflevering niet lukken om twee wedstrijden te winnen. Gewoon FIFA. Gewoon FIFA. Ja, 4 tegen 8. Het is, FIFA wint altijd een gelijkspel hoort te worden. Maar, nou. Ja, nee, nee. Dat is mijn reactie. Heel leuk allemaal. Ik ga wel even kijken wat jij wil loven. Minister van Vogelhoed, speler geblesseerd. Dank je. Waarom? Oh, dat is Bauer met Linger. Dat boeit me helemaal geen ene bal. Boeit me geen ene bal wat er met jou aan de hand is. Zolang je maar gezond bent. Als je wat mij in het team wil spelen. Oh, waarom? Oké, nu doet hij het wel goed. Eens kijken. Hoe gaat het met... Was iemand niet meer geblesseerd als het goed is? Eens kijken. Ah, Kroes gaat lekker. Die is al 81 algemeen. Sterling mag ook een keer omhoog gaan. Ravel, die gaat ook lekker, zeg. Hoe, wat hebben we nou gedaan? Dijhorst staat allemaal op kamp. Ravel wordt ook nog hoger. Wat had hij? 28. Oké, dan kan dat nog wel. Maar... Herman staat op kamp. En Kramer staat daar. Dat hoort niet. Oh, wat heeft Herman voor haar stads? Rechts midden. Rechts. Ja, oké. Okay, dat kan. Dat kan ermee door. Hij kan zijn. Ja, oké. Okay, kan er ook mee door. Kramer is wel jong. Hij is 23. En hij is ook 22. Dit is echt allemaal gewoon jong spelers. Dat is wel mooi. Ik denk even denk. Kramer is wel chiller, denk ik. Dan hem. Eens kijken, wat zijn... Wat is het handig? Wie is er groter eigenlijk? 91. 88, dat is ook best wel gelijk. Ik hou gewoon hem erin en hij is geen beter. Komt hier Rafael. Zo, Rafael. Hij is ook een sprint... sprintsnelheid, waar staat dat daar? Niet zo snel. Chamberlain wel. Sprintsnelheid en versnelling heel hoog. 90 ongeveer afgrond lijkt mij. Koers is niet zo snel. Maar wel weer wat. Ook niet sterk eigenlijk. Ja. Ik heb gewoon Luc de Jong nodig. Hij komt op neer. Mijn team vraagt om Luc de Jong. En Wendt kan er weer in. Chill. Eens kijken hoe oud is Wendt. 28. Dat is wel minder chill. Oh, 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 oh. Die is waarschijnlijk ook oud. Ja, ho, 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 ho. Dacht het even niet. Wendt komt er maar even in. Kijk even, team, wat kan nog meer veranderd worden? Is dat goed toch? Neem ik aan? Ja. Arango mag echt een eind op die man. Hij is, hij denkt dat hij links midden staat, maar dan die snelheid. Jee, 61 snelheid, niet hoog. Eens kijken, ja. Komt Deems, komt dan hier, in plaats van Korp. Ja, eens kijken. Ja, en hij is ook jong, lijkt mij. 18, oké. Okay. Dat is een mooie leeftijd om te hebben. 18. Hij kan ook nog rechtsachter.
Ja. Nou, zo. Nou. In ieder geval, dit lijkt mij. Ja, dit is mijn team. De volgende wedstrijd tegen Freiburg spelen. Ik ga weer proberen om allebei de wedstrijden in een video te winnen. Waarschijnlijk gaat het niet lukken, want FIFA. Dat is mijn reden. En ik denk dat dat best wel een hele goede reden is. In ieder geval, ik heb nog twee leuke pakketjes van 15k. Die komen straks nog aan. Ik heb ook nog wat leuke momentjes, denk ik wel. Was wel ergens een keertje leuke momentjes gemaakt. Dus ja, die gaan jullie nog zien. En ja, maar eerst. Maar eerst. Wat komt er eigenlijk eerst? Wat zou er eerst moeten kunnen komen? Nou, ik denk het niet. Dus gaan jullie nu naar kijken. Naar, als je nog wil kijken natuurlijk. Hoogtepunten, dat was het. Hoogtepunten ga je zien. Daarna twee, in totaal 30k aan pakketjes uitgegeven. En ja, dat kan je ook bekijken, want dat komt nog. Ik moet echt stoppen met lullen, want ik lul me aan het eind door en dan wordt het allemaal zo lang. Dus in ieder geval, nee. Je gaat nu kijken naar hoogtepunten van de vorige week. Dus tot zo. En dan is het nog even tijd voor een paar leuke hoogtepunten. Ik heb precies 3 voor deze week. Dus dat is mooi. Geen grappige momenten, maar wel leuke doelpunten. Kijk maar even mee. Deze staat op nummer 3. En hij is van Suarez. Want die heeft hier een mooie dribbel. Hij dribbelt. Hij heeft 90 dribbelen. En dan schiet hij die bal best maar binnenkant paal. Lekker in. Vanaf een best moeilijke positie. Het is niet echt heel mooi. Ja, ik vind hem wel mooi. Want het is best wel een knappe goal. Kijk, hop. Boom. Mooi doelpuntje. Een soort dezelfde. Ja. Deze vind ik ook een mooi van Jezus naar vast volgens mij. Krijgt hij de bal. Boom in één keer. Hup in de kruising. Zo zie ik ze graag. Gewoon lekker vol op de pantoffel zoals we dat noemen. En dan ja. Zo de kruising in. En op nummer 1 staat een. Ja het is niet echt. Weer, ja ik vind ja mooi en knap tegelijkertijd. Maar vooral knap. Kijk ja. Oh dit ging wel heel snel. Dat was in ieder geval een corner volgens mij. En Adebayor kopte hem erin. Kijk ja. Hij kopte hem er zo in. Hè? Huh? Ga je nog spelen? Ga je nog spelen? Ding. Oké, nu doet hij het. Hup. Als je even goed kijkt, zag je dat hij hem achterstevoren langs de keeper kopte. En dat was niet makkelijk. Hup. Achterstevoren. Hij liep die kant op. Hij liep terug naar zijn eigen goal. En de bal. En hij kopte de bal precies de andere kant op langs de keeper. Ik weet niet hoe die het deed. Maar hij zat er wel in. Hup. Moet je de bal echt perfect raken als je zo wil scoren. In ieder geval, dat waren mooie doelpunten. Ik heb nog pakketjes liggen. 2 van 15k. Dus in ieder geval, ja. Dan gaan we daar even naar kijken. Dus tot zo. Zo, en dan gaan we even een pakketje openen. En met een pakketje bedoel ik 2 pakketjes. Want het zijn er dit keer 2. En aangezien het een soort van happy hour is. Maar dan een wat langere happy hour van een paar uur. Zijn er 15k pakketjes. En daar ga ik er 2 van openen. Eentje van wat FIFA punten en eentje van wat wedstrijdmunten. En dat ruimt heel mooi op elkaar. Toch, Tijn? Want die is er ook bij. Ja, zeker. Daarom. Eens kijken. Ja. Wanneer ben ik blij? Wat is onze grens? Ik denk, Wat moeten we minimaal krijgen zo'n pakketje om echt blij te worden? Poeh. Ik denk toch wel een... Nou, hij is 15k, dat pakketje is 15k, dus we moeten hier al een 10k spelertje zitten. Ja, inderdaad. Nou, dat is ook nog even. Stel dat ik in de eerste een pakketje krijg waar ik, laten we zeggen, winst uit maak, dan ga ik het tweede pakketje niet openen. Oh. Ja, maar dan zijn we allemaal heel blij dat ik een goed pakketje heb. Maar daar ga ik niet vanuit, dus waarschijnlijk worden het er 2. Dus kijk, zal ik scherm delen met jou? Ja, dan kan je het ook zien. Dan kan je kijken of ik geluk heb of niet. Precies. Ik ga heel veel scherm delen momenteel. 3, 2, 1. Starten. Ik weet niet of jullie nou iets anders zien of zo. Oh, dit is onze rare Japanner. Die wil ik dit keer niet op de voorkant. Oh. Wie wil ik op de voorkant dit keer? Ik weet niet. Oh. Weet je wat, ik doe gewoon 3 keer. En dan. En dan die neem ik dus. Dit is 1. 2. 3! Messi! Het wordt Messi. Dus ik ga Messi openen. Van ik krijg Messi. Ja, dat zal grappig zijn. Waarschijnlijk niet. Wachten tot we je transactie voltooien. Oké, het is gelukt. Daar gaat hij dan. Hij gaat nu in de bal. Het wordt super spannend. Yay. Snijder? Wat is helemaal mislukt?
Kel, ja. Aculani, Sneijder. Ja, yes. Sneijder is best wel beest, maar best wel niks waard. Een positieaanpassing, die is nog het meest waard, denk ik. Shirtje van Manchester, shirtje van Inter en wat dubbele dingen. Van wie? Inter, ik bedoel AC Milan. Wat zeggen, joh. Moeten we hier blij mee zijn? Nee. Nee, niet echt. Ik ga gewoon even alles naar de club doen. Dan kijk ik straks wel wat... Oké. Dan ga jij wel even naar de transfermarkt. Zo. En je, zo, jouw geld hetzelfde. Yes. Nou, gaan we nog eentje doen. Dus even... 1. 2. 3. En het wordt dit keer... Ik weet niet hoe die heet, maar dat maakt me niet uit. Zo. 15.000 munten krijgen wij een goeie in dit pakketje. Ik hoop het. Even tromgeroffel. Allemaal rare dingen. Dante. We hebben Dante. Die is 4K volgens mij. We hebben Jeroen Zoet en Otamendi. En Barry. Ah, Barry. Anderson. Cocu. En Jansen. Hé, hey, kijk eens welke trainer we hebben. Hè? Michel Jansen, beste trainer ooit. Oh, 1000 muntjes. Yeah. En Spoli. Die heb ik blijkbaar dubbel. Wow. Oh ja, die had ik ook gekregen in die gratis dingen waar je niks voor krijgt. Oh. Dus. Ja, ik denk dat we niet echt heel blij mogen zijn. Ik ga even kijken hoeveel Dante ongeveer waard zal zijn. Uit aanbieden vergeleken. Even kijken, Dante is ongeveer... Oké, er zijn geen Dantes momenteel volgens deze FIFA-logica. Opnieuw proberen. Kijk, hier hebben ze 3K. 3K. Nou. Met 1000 muntjes is ongeveer wel 4K. Yeah. Dus, we hebben weer wat muntjes verkloot. Waarschijnlijk ga ik de volgende keer geen pakketje meer doen. Weet ik niet zeker. Maar ik heb niet zoveel zin om nog meer pakketjes te verkloten. Inderdaad. En geld bedoel ik eigenlijk. Dus in ieder geval, bedankt voor het kijken. Geef hem een like als jij Dante goed vindt, want hij is best goed. Toch? Ja. En als je Michel Jansen de beste trainer van de hele wereld vindt, dan geef hem zeker ook een like. En dan zie ik je weer de volgende keer met een nieuwe video van FIFA 14. Dus in ieder geval, dan dag.